het 1 Twente nieuws van donderdag 17 mei. GHB zorgt voor gevaar op Twentse wegen en Almeloers willen kokschool openhouden. Er zijn mensen die naar mij toegekomen zijn van, goh, die gymzaal, zou ik daar nog één keer in mogen kijken? De kokschool betekent dus wat voor mensen die hier wonen, dat er nu een nieuwe invulling gegeven wordt aan zo'n prachtig pand. Ja, ik vind dat is voor de mensen alleen maar fijn. Goedenavond. De politie betrapt in Twente wekelijks automobilisten, fietsers en brommerrijders op drugsgebruik. Hierbij wordt geregeld GHB aangetroffen. Ook uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat GHB in het spel is bij verkeersincidenten. De effecten van GHB zijn minstens zo groot als bij het gebruik van alcohol, zo zegt de politie. Om de problemen met GHB in het verkeer aan te pakken, kwam de gemeente Twenterand vandaag met een plan van aanpak om de druk uit te bannen. Sharon Dijksma uit Enschede wordt wethouder in Amsterdam. Dijksma is nu Tweede Kamerlid voor de PvdA en was 3 maal staatssecretaris. In Amsterdam krijgt ze de portefeuilles verkeer en vervoer en water- en luchtkwaliteit. Dijksma noemt het zelf bijzonder en eervol dat ze wethouder wordt in Amsterdam. Vanwege haar nieuwe baan gaat ze wel verhuizen met haar gezin van Enschede naar onze hoofdstad. FC Twente schrapt op kantoor en in de ondersteunende functies 17 banen als gevolg van de degradatie. Volgens Dennis Schippers van de Raad van Commissarissen moet de club uit noodzaak verschillende functies schrappen. Ook het aantal selectiespelers en de leden van de technische en medische staf worden teruggebracht. De voormalige kokschool is een begrip in Almelo. In het schoolgebouw uit 1902 zitten nu onder andere meer een Turksvereniging en het muziekpodium van Paco Plumtrek. De gemeente wil het verpand verkopen aan een projectontwikkelaar om appartementen in te maken. Maar een groep Almeloers ziet dat niet zitten. Ik vond het een geweldig gebouw. En vanuit die betrokkenheid heb ik gezegd van, nou, ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit unieke project wat in Almelo op dit moment wat van de grond getild wordt, eigenlijk van onderaf, van allemaal goedwillende vrijwilligers die met niet aflatend enthousiasme hier eigenlijk iets neer willen zetten wat recht doet aan de diversiteit van de cultuur van Almelo. Dus alle verschillende bevolkingsgroepen, de diverse pluimages en dus ook het alternatieve muziekgenre. Maar ook ATIP zit in hetzelfde gebouw, de Turks culturele achtergrond. Ik heb mensen gesproken die in de kokschool op school hebben gezeten. En die vinden het zo geweldig dat we ons best doen om die school op die manier alleen al voor de buitenkant te bewaren. Er zijn mensen die naar mij toegekomen zijn van, goh, die gymzaal, zou ik daar nog één keer in mogen kijken? De kokschool betekent dus wat voor mensen die hier wonen, dat er nu een nieuwe invulling gegeven wordt aan zo'n prachtig pand. Ja, ik vind dat is voor de mensen alleen maar fijn. Een speciale dag vandaag voor de 450 medewerkers van de DCW in Enschede, de sociale werkplaats. Na 28 jaar wordt het pand aan de Kuipersdijk bij de Zuiderval verlaten. Op 3 plekken moet de Hornbach komen. De DCW gaat naar het voormalig pand van textielbedrijf Ames, op het bedrijventerrein Richtersbleek. 2,5 jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om de plek waar wij zitten te verkopen aan Hornbach, de bouwmarkt. En daarmee was voor ons duidelijk dat wij hier zouden gaan vertrekken. Merken de medewerkers wat van de verandering van deze locatie in een nieuwe locatie? Als het goed is wel, want we hebben ook een heleboel dingen die we hier eigenlijk niet goed vonden, zijn we gaan verbeteren in het ontwerp van dat pand. Heel belangrijk was het klimaat. Hier is het heel vaak veel te warm, geen frisse lucht, zeg maar. En op de nieuwe plek hebben we daar de modernste technieken. Mensen krijgen veel meer eigen faciliteiten, dus eigen toiletten en eigen huiskamer bij hun in de buurt. Dus dat zijn een aantal voordelen, zeg maar, van de nieuwe plek. Hoe reageren de medewerkers op de verhuizing? In het begin vond het heel spannend en het duurde ook lang voor hun. Eerst was het heel lang onzeker of we zouden gaan verhuizen. Maar je merkt wel, nu het dichterbij komt, dat mensen het toch spannend vinden. Van, ja, waar ga ik naartoe? Hoe moet ik daarheen fietsen? Hoe wordt het allemaal? Maar ook wel van, laten we nou eindelijk gaan. Want we hebben er nu zin in. We willen hier opruimen. We willen gewoon graag gaan vertrekken. Dus ja, voor een deel is het denk ik toch nog spannend. Het zal ook wel een spannende week worden volgende week. Maar de meesten hebben er gewoon helemaal zin in. Ja, het is altijd wel een beetje spannend, dingen die nieuw zijn. En maar ja, ik laat het persoonlijk goed om afkomen. En we maken het daar weer net zo gezellig als het hier is. En ik denk wel dat het goed gaat. Heb je mooie herinneringen aan de tijd dat je hier hebt gezeten? Ja, mijn collega's en mijn ledengevers waren alle afdelingen waar ik geweest
heb ik altijd lol aan gehad en mooi gewerkt samen, gewerkt, hard gewerkt. We hebben ons best gedaan allemaal. En dat heb ik wel echt, nog steeds ben ik blij mee. En nog, tot nu toe heb ik nog, ook nog zin in om verder te gaan met dezelfde collega's. Je eigen game bouwen, een robot programmeren of meedoen aan de Chocolade Challenge. Het kan allemaal op het Makers Festival Twente. Volgende week zaterdag en zondag in Enschede. Als opmaat naar dat festival was gisteren in Hengelo een mini-editie, waarbij alvast kennis kon worden gemaakt met de techniek en de creativiteit van Twentse makers. Wat is het mini-makersfestival? Het mini-makersfestival is een plek waar onderwijs, bedrijfsleven, creatieven elkaar ontmoeten en samen aan een heel groot publiek laten zien wat creativiteit en techniek in je leven kan brengen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen een beeld krijgen hoe hun toekomst aan het veranderen is door wat er nu gebeurt. Als je kijkt welke technologische ontwikkelingen er zijn, dan zie je dat je eigenlijk helemaal niet kan overzien wat dat gaat betekenen over 5 of over 10 jaar voor je leven. En met dit festival willen we mensen een beeld laten geven van oké, maar dit is aan een ontwikkeling gaande en dat kan het betekenen voor mijn leven. Wat ben je aan het maken? Die toren daar. Die heel grote. Helemaal. En doe je thuis ook heel veel bouwen? Game doe ik heel vaak. Wij staan hier vandaag met de Chocolate Challenge, zoals het zo mooi heet, om het vak procestechniek beter onder de aandacht te brengen van de jeugd en van de toekomstige studenten die we graag zouden willen zien. Hoe gaat dit in zijn werk precies, deze Chocolate Challenge? Nou, de Chocolate Challenge is in principe een machine die knikkers op kleur sorteert, op de kleur geel of op de kleur rood. Dat gebeurt automatisch in een vijftal stappen. We hebben hier de controlekamer, zoals het zo mooi heet. Dus het bewaken van het hele proces. Dan hebben we de stap sorteren, stap 2. Stap 3 is het verpakken en stap 4 is het de eindcontrole. De bedoeling is dat de kinderen ervoor zorgen dat ze een bakje krijgen met 12 gevulde, zeg maar goedgekeurde, zelfde kleur klinkers. Wat hier staat is heel erg verschillend. Je krijgt inzicht in procestechnologie. Hoe werkt een bedrijf met het sorteren van materialen? Hoe kan een bedrijf bepalen welk koekje groot genoeg of zwaar genoeg is? En hoe wordt het dan verpakt? Maar je kan ook lekker met elkaar, met het gezin, een robot maken. Een tekenrobot bouwen. Je kan ook leren programmeren. Je kan een film maken. Je kan geluidstape jockeyen. De mogelijkheden die hier zijn, zijn heel erg breed en heel erg divers. Het Makenfestival Twente is volgende week zaterdag en zondag in de wijk Roombeek in Enschede. Tot zover het nieuws uit Twente van donderdag 17 mei. Zometeen jij in de wijk. Nu eerst het weer. Ik wens je nog een fijne avond. Vandaag was het een bewolkte dag met 17 graden in de middag. En ook morgen en zaterdag houden we dit weer met bewolking en af en toe zon. Het blijft droog. Vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog naar de 23 of 24 graden. De bewolking trekt weg en er komt meer zon.